puffing if you smoke yourself to death. Ik ben nu in het ziekenhuis in Hilversum. En ik heb zo meteen een afspraak met een arts van de afdeling longfuncties. En ook ga ik een test doen om te kijken wat mijn longinhoud is. Gaan we beginnen met de eerste oefening. Laat maar eens helemaal uit. Zo ver mogelijk helemaal leeg blazen door en nu diep in. Helemaal inademen door. En nog een keertje uitblazen. Helemaal leeg blazen, doe maar. Prima. En weer rustig ademhalen. Dit is je longfunctietest. En de uitslag is normaal. Dus je ziet dat er geen enkele uitblaasbelemmering is bij jou. En dat is goed. Dus ik ben net zo gezond als iemand die nog nooit heeft gerookt. Je longfunctie is net zo goed als iemand die nooit gerookt heeft. Gewoon een sigaret, daar zitten al bijna 500 verschillende stoffen in. En als je hem aansteekt en het gaat verbrand worden hier in een leertert, dan komen er nog eens 4000 bij. Dus dat zijn heel veel giftige stoffen van dingen die je vindt in nagellak remover tot dingen die we gebruiken om mensen die overleden zijn mee te prepareren. Dat zit er allemaal in. Rattengif zit erin. Alles een hele lage dosering. Maar het is wel allemaal gevonden. Ja. En ja, al die stoffen die zorgen ervoor dat het normale slijmvlies in je longen wordt geïrriteerd. Lange tijd doorroken kan ertoe leiden dat de elasticiteit uit die luchtwegen weggaat. Dan is het een stuk moeilijker om te ademen. En als je gaat kijken naar mensen die COPD hebben, dan heeft 85-90% heeft gerookt. En bij mensen die longkanker hebben, heeft ook 90% gerookt. Dus ja, het heeft er wel heel veel mee te maken. In Nederland is het zo dat als je kijkt naar, gaan mensen ook dood aan de gevolgen van roken? En dan gaan er iets meer dan 2 mensen per uur dood. Aan de gevolgen van roken? Door hartvaatziekte, longziekte, suikerziekte, dat soort dingen. Nou ja, het was een hele opluchting, omdat ik dus geen schade heb in mijn longinhoud. Daar was ik heel blij mee. Ik had wel verwacht dat er iets aan de hand zou zijn. Maar ik vond het ook wel interessant hoe die vertelde dat ik, nou ja, hoe mijn longen zou zijn, longinhoud over 50 jaar. Dat is toch wel een heel verschil. Zeker!